De samenleving moet gaan begrijpen waarom de samenwerking tussen de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën en Planning zo belangrijk is. Vooral omdat er nu keihard wordt gewerkt aan het reguleren van de inflatie, zei de governor van de bank, Maurice Roemer, gisteren tijdens een persmoment op het departement van Financiën en Planning. De functionaris zegt dat de inflatie onder de 54% moet gaan liggen. De inflatie in Suriname is vrij hoog, ook in vergelijking met de regio. Het moet terug. Maar je moet niet verwachten dat het van de een op de andere dag gebeurt. Dus wij moeten nu eerst een hobbel nemen. Afgelopen jaar, jaareinde, zaten we zo rond de 54. Dat betekent dat we nu met dit programma, als we inderdaad doen wat we met elkaar graag samen moeten doen, dat we, ik denk dat ik het toch zal noemen, omdat er geen verwachtingen zijn dat de inflatie al meteen heel laag komt, maar dan zullen we misschien streven naar een inflatie van rond de 36, 37. Wat betekent dat we al flink teruggaan om volgend jaar te komen tot een wat lager niveau. Maar het is al heel belangrijk dat we de inflatie flink terug gaan brengen. Roemer zegt dat het herstelprogramma wordt uitgevoerd en er nu vooral gelet wordt op het niet verder groeien van de commerciële kredieten van de banken. Tevens, en dat is heel belangrijk in dit programma, hebben we officieel ook het instrument van de centrale bankcertificaten, wat aan het publiek wordt geboden, om mee te doen, om op deze manier toch wel een vorm te hebben van een soort termijndeposito, waar het publiek mee aan kan deelnemen, omdat deze percentages niet door de commerciële banken worden aangeboden. Waarom doen we dit? We doen dit vooral omdat, en dat staat ook in de press release, dus in de uitgaven van IMF, omdat we hebben vastgesteld dat het monetair raamwerk niet goed doorwerkt in een aantal mechanismen in het bankenverkeer. Roemer merkt op dat de centrale bankcertificaten nu ook nodig zijn om het mechanisme in de bankenwereld te reguleren. Dit is vooral nodig voor het verlagen van de inflatie om te komen tot normale koopkracht.